video. Ja, ik ben een tijdje soort van offline geweest op YouTube. Af en toe kwamen er wat muziekvideo's online. Die ik ook op... doe eens lief tegen elkaar. Die ik ook op Insta had gezet. Maar de reden dat ik offline was, was hierom. Nou, niet om de ponies, maar om het hek hier, wat je hier ziet en zo. Ik ben namelijk bij mij thuis. En de ponies staan nu aan huis. Dit wordt een iets andere video dan ik had verwacht, want er ligt nu allemaal sneeuw. Maar ik was dus heel veel bezig met het bouwen van deze paddock samen met mijn vader en mijn opa. En we hebben het dus ook zelf gedaan. Ze zijn lekker op de achtergrond bezig. Wat liefde, broer en zuster liefde. Maar ik had stage van 9 uur 's ochtends tot 5:30 's avonds. En daarna moest ik ook nog de ponies doen. Als in mijn eigen ponies, maar ook Jero. Dus ja, ik was altijd in een donker op stal. En ja, dat is gewoon niet leuk om daar video's te maken. Het is niet leuk voor jullie om daar dat te zien. En in het weekend was ik hiermee bezig. Dus was er ook geen tijd om video's te maken. Daardoor had ik besloten om dan geen video's meer te maken en dan veel actiever te worden op Instagram. Dat is gelukt, maar nu heb ik als het goed is weer tijd, dus komen er weer video's aan. En jullie gaan nu zien een beetje het verloop van hoe het eruit zag eerst en hoe het eruit zag toen ze kwamen. En jullie gaan ook naar kijken naar de beelden van de dag dat ze naar huis verhuisden. En ik zal jullie daarna laten zien hoe het er nu uitziet. Wel iets anders, want ja, er ligt sneeuw. Maar dat maakt het niet minder leuk. Er moet nog wel heel veel gebeuren. Maar laten we eerst naar de andere beelden kijken. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben bij mij thuis, zoals jullie misschien zien. Mensen die mij echt al langer volgen toen ik mijn Shetlanders had, die weten dat mijn Shetlanders aan huis stonden en dat het er ongeveer zo uitziet. Maar mijn fjorden komen nu ook aan huis, alleen daarvoor gaan we de paddock groter maken. Mijn vader en mijn broertje zijn vandaag de hele dag al bezig met het afgraven van de oude paddock en wat nieuw wordt. En ik zal jullie straks meenemen. Ik heb maandag al het meeste hekwerk weggehaald. Zal ik even foto's hier nu bijvoegen. En ik ga ze nu ook weer helpen. Ik had vandaag eerst de puzzelrit van Jong en de SPS waar ik ging helpen. En nu ga ik hun dus ook helpen. En dan neem ik jullie helemaal mee met hoe we het hier allemaal gaan verbouwen. En wat ik nieuw wil maken en dat soort dingen. Dus ik ga naar achter. Daarheen. Daar loopt mijn broertje al. En je ziet daar het kraantje. Maar ik neem jullie mee daarheen en dan ga ik zelf ook weer aan de slag. Dit was oude paddock. Hier was dan, vanaf dit hek was dan helemaal die kant op een hek. En dan was daar ook een hek. En hier was dan gras. Dat hadden we laatst al afgezet voor de schapen. Nu wordt dit allemaal paddock. Schaapjes. Ja. Zit even hier opgesloten. We hebben net gegeten. Want de heg gaat eruit. Hoe komt hij nou weer eroverheen? Mafkees. Wij zijn weer aan de slag met de paddock en de schapen staan nu hier. En we hebben hier nu het lint, het hek neergezet. Want dit weiland
gras mogen we dan gebruiken voor de paarden, voor Tasje en Wik. Maar deze drie vinden het hek wel interessant, maar er staat nog geen stroom op. En die zit het in de mond te stoppen. Die ook een beetje. Dus ik ben nu op waaktocht. Zodat ze niet het hek slopen. Totdat mijn vader stroom op... Die gaat er dan stroom op zetten en ik moet ze in de gaten houden en wegjagen. Maar ik hoop dat ze gewoon weer naar achter gaan. Drie boeven. Dit waren trouwens ook de koeien die toen ontsnapt waren. Daar, toen ik er om 3 uur 's nachts uit moest. Samen met Johnny, de Shetlander. En daar staat Dodo, de ezel. En Sarah en Sok staan nu hier, lekker te grazen. Zodat ze niet daar hoeven, dus dat wij gewoon met het kraantje verder kunnen werken. Gisteren weer met mijn vader aan de slag geweest. Toen hebben we dit hek neergezet. En ik had het hek wat hier nog stond in stuk gezaagd. Net zoals hier staat. En mijn vader heeft dat vandaag samen met mijn broertje weggehaald. En daar waar de stokjes staan, daar komen ook weer palen. En zelfs aan die kant. Nu zijn we dat hek eruit aan het halen. Dit is hoe de paddock er momenteel uitziet. De gleufs zijn gegraven voor drainage. Buizen, daar ligt er eentje. En doek. En dan kan het weer dicht. Met drainagezand komt er dan over. Dan zand. Hekken verder afmaken. En dan is de paddock zo goed als af. Duur nog wel even, maar volgende week heb ik vakantie en dan ga ik ook hard aan de slag. Want de stal moet ook weer opgeknapt worden en dit middelste vak, zeg maar, dat wordt schaapstal, dus dat wordt ook nog dichtgemaakt. Dus er moet nog genoeg gebeuren voordat de paarden hier kunnen komen. Nog 3 weken, denk ik. Oh. Kom maar, Winkel. Lieve schat, je moet echt naar achter toe. De honden komen zo naar buiten. Oh, heel trots. Goed, heel goed. Oh, we benen erin echt. Heel hard, Tasje. Ik heb ook niet meer vast. Oh, ja, hij vindt het zo spannend. Winkel, wankel. Oh, wilde je al meteen gaan? Hi. Hi. Hi.
echt heel helemaal. Oh. Ja, hè? Kan je gewoon met het kan ik dat? Ja, dat kan jij. Dat kan ik. Kan het wel. Ja. Kom maar. Kom maar. Ja. Kom maar. Goed. Ze past erdoor. Alleen als we vuilen willen. Moet die breder worden. Wie is het wel eigenlijk? Goed voor. Pas Wikker niet door. Ho. Oh. Ik zie nog wel dat Wik straks over dat hekje daarvoor springt. Oh, je mag erdoor hoor. Zo. Je opa is ook gewoon nog verder aan het hangen. Ja joh. Kom maar wel. Oeh. Oh, die staat erop. Ze vinden het altijd leuk om mee te helpen, opa. Oh, oh, daar gaat hij. Kijk, hij gaat even vlakken. Hij hoeft helemaal niet te balsen. Hij is wel echt comfortabel dan. Ja. Ja, dan rennen. Oh. Oh. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Sok vindt het leuk. Sok vindt het leuk. Oh, kijk haar. Nou, Saar denkt, daar nee, kan ik onderdoor. Oh, maar Saar die heeft trouwens. Aan Vivian. Saar die doet echt rennen voor het leven. Ja. Sok, wat is dat nou? Sok vindt het wel leuk. Maar Sok heeft dit nog nooit meegemaakt, hè? Nee. Die denkt, wat zijn dat voor rare grote schapen? Dat waren dus de beelden van hoe wij de paddock hebben gebouwd, hoe het er eerst uitzag. En de tijd, de dag dat we deze boefjes gingen verhuizen naar huis toe. Ik ga jullie nu wat dingetjes van de paddock laten zien, hoe het er nu uitziet. Maar ook nog wat er eventueel nog allemaal gaat veranderen. Het is nu, kunnen we er niet heel veel aan doen. Want het sneeuwt en hier hebben we Wik. Die wil graag aandacht. Het tasje, die staat erachter. Dus ik ga jullie even omdraaien, want ik kan ook het beter aan jullie laten zien. Nou, hier moet nog het een en ander ook opgeruimd worden. Maar dit was... Hier had ik altijd mijn wagentjes van de Shetlanders in. En hier hebben we nog een foto hangen. En nog wat dingen van hippiades en van districtkampioenschappen met de Shetlanders. Dit is het stalletje voor de schapen. Hey Sok. Hier hebben ze hun etensbakken en ik heb even een waterbak daar neergezet. Maar er komt nog een waterbak daar zo. En er komt hier bovenop komt nog een dak. Want onder andere deze man en Tas kunnen er heel makkelijk overheen. En dan kunnen de schapen niet zo lekker liggen. Dan hebben we hier... De stal van de paarden. En ja, deze kant is nog een beetje rommelig. Maar we hadden hier alle baaltjes hooi neergezet. Dus er was nog niet zoveel ruimte over. Hier is de baal die open is. En een stroopbaal. Schapenvoerbak. Tasje er eten. En wiksen eten. Snoepjes, lucerne, bal en nog een schapenbrok. Reserve. Hier hebben we Wik. Hier hebben we Sokkie die altijd aandacht wil. Wik is hier al één keer overheen gesprongen toen ik met Tasje alleen wegging. Dus daar moeten we ook nog even iets op verzinnen. Waarschijnlijk komt hier zo nog iets zodat hij er niet meer overheen kan springen. Dan, ik moet nog uitmesten, dus dat komt goed. Hier is één groot hooinet. En daar hebben we nog een extra voor met het koude weer en hun waterbak. En die waterbak is niet bevroren met dit weer, dus dat is super fijn. Tasje komt er even bij. Tas kan net aan door het deurtje heen, maar als het past, dan past het. Dus dat is top. Ik word overal achtervolgd hier zo. Dit is dus de paddock.
Hij was eerst 2 keer zo klein als dat hij nu is. Eerst was het alleen hier zo voor de Shetlanders toen. Nou, daar hebben we Sookie weer. Dan hebben we hier nog een vak van de paarden. Waar ook een hooinet hangt. En hier kunnen ze dus ook droog staan van de regen. Hier zo hebben we een heel groot weiland, maar dat is niet van ons. Maar je ziet daar een net staan, schriknet. En wij mogen dit stukje lenen, want dit hek is zeg maar onze erfgrens en dat is dus niet van ons. Maar we hebben hele leuke buren die het land huren en wij mogen dit stukje van hun gebruiken voor de paarden. Nou, nu is er niet echt gras. Ze hebben hier ook een heel mooi paadje gemaakt. De schapen en de paarden waar ze zo kunnen lopen. En dit is eigenlijk, dit vinden ze een heel lekker chill plekje. Dan gaat Wik ook altijd liggen. En Tasja staan te chillen. Dan ga ik eventjes hier tussendoor. Ben ik in het weiland. Maar dit stuk is ook nog van ons. Er komt hier zo ook nog gewoon een hek. Maar we hebben dus hier de paddock gemaakt en afgegraven in het zand. En alle zooi ligt nu allemaal hier. Dat moet nog weg. Maar dat wordt gedaan met de kraan van de buren door de buurman. Dus er kon geen hek hier staan. Omdat de kraan hier nog bij moet. En dit was ook allemaal gras. Maar nu is het één grote puinhoop. En er zijn wat bomen weggehaald die niet meer goed waren. Maar ik wil hier een soort speeltuintje voor ze maken. Deze berg, deze kleine, wil ik houden. Zodat daar overheen gelopen kan worden door de schapen en de paarden. Ik wil hier nog een trekkerband en autobanden en dat soort dingen. Een soort mini paddock paradise dingetje. Dan lopen we hierheen. Hebben we een bruggetje. Dat is ook nog van ons. En daar hebben we de schapies die hallo zeggen. Dit bruggetje is ook nog van ons. En dit stukje, zeg maar tot het hek, is ook van ons. Maar daarachter mogen wij ook gewoon gebruik van de buren. Hij staat nu open omdat schapen daar ook leuk vinden. Dit wil ik denk gewoon gras houden voor de schapen in ieder geval. En hier groeit best veel brandnetel. Dus een soort brandneteltuintje. Maar dit moet ook allemaal opgeknapt worden. Dit moet weg en zo. Dus dat komt goed. En er moet overal ook nog even wat gaas liggen. Want Sok, het kleine schaap, kan hier tussendoor. En Tasje is een beetje druk. Zitten schaapjes een beetje te pesten. En dan neem ik jullie nog mee naar één ding. Wat ik denk nog wel leuk is. Moet ik even hier eroverheen. Hier hebben we weer onze bemoeias. Met langs de paddock. Dan slaan we hier af. En dan komen we bij de moestuin. Dit is de moestuin. Mijn moeder had hier eerst allerlei verschillende dingen. Maar toen had ze er toch minder tijd voor. Toen heb ik het van de zomer een beetje kaal gemaakt. Maar er staat hier alweer allemaal riet. Dat riet is zo vervelend. En dit is een bramenstruik. Maar ik heb geen idee of die nog leeft. Maar ik ga deze moestuin een beetje overnemen. Want ik ga er allemaal dingen planten voor de paarden. Van Ukkie's Paddock Paradise bloementuintje en weidetuintje gekocht. En ik wil nog een rozenstruik voor rozenbottels en nog andere dingen. Dit is ook bamboe. Mogen de paarden ook eten. Dus dat ergens stond ook munt. Maar dat gaat dus nog helemaal goed komen. Er moet dus nog heel veel gedaan worden. Maar ik ben in ieder geval blij dat ze thuis staan. Want zo heb ik weer meer tijd. Ze stonden in Hazerswoude. Dat was ongeveer 20 minuten. Kwartier 20 minuten was het ongeveer rijden. Heen en dan ook weer terug. Dus dat kostte me best wel veel tijd. Nu staan ze lekker naar huis. Wat heerlijk is, je gaat naar buiten. En je geeft ze eten. En je kan weer naar binnen. En weer aan het werk. En dat soort dingen. Ik ga stage lopen bij een nieuw bedrijf. Daar werk ik ook van 9 tot 5:30. Maar op
dinsdag en donderdag werk ik op kantoor. De rest werk ik thuis. Wat super fijn is. Want dan kan je gewoon tussendoor even checken bij de paarden. En dat was eigenlijk de video voor vandaag. Niet heel veel bijzonders. Maar een beetje een toertje van hoe het er nu uitziet. En ik heb dus ook een video online staan van een paar jaar terug. Dat toen de Shetlanders er ook nog waren. Toen had ik daar een tour gedaan. Die zal ik eventjes in het i'tje zetten. Ik weet even niet meer waar. Volgens mij aan deze kant. Zal ik in het i'tje zetten. Kan je die ook kijken. Dan weet je hoe het er toen echt uitzag. En nu dus echt totaal anders. En de bak is ook zo groot. Nu de paddock. Dat je daarin kan logeren. En eventueel ook een beetje kan rijden. Dus dat was super fijn. Zeker voor Tasja. Omdat ze nu zadelmak is. Maar nog doorgereden moet worden. Kunnen we hier aan de slag. En ik ga zo twee elastieken ophangen. Zodat je wik kan scheiden. Van terwijl je met Tasja bezig bent. Want anders heb je wik ook in je nek. Dat is ook niet zo'n goed idee lijkt me. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!